Jullie zijn nu bij de Dutch Health Tech Academy, oftewel de Nederlandse School voor de Gezondheidstechniek. En het is een unieke school in Nederland die een groot aantal opleidingen aanbiedt. Die per september bij elkaar zijn gekomen in één gebouw in Overvecht in Utrecht. Het is een school met 1000 leerlingen. En die 1000 leerlingen die gaan 4 dagen. Hebben ze echt een werk in de praktijk, dus een betaalde baan. En dan komen ze 1 dag naar school. En de opleidingen zijn erg uiteenlopend. Wij hebben ze verdeeld in 4 teams. Horen, zien, lachen en bewegen. Horen gericht op de audition opleidingen. Zien op de optiekopleidingen. Lachen op de tandtechniekopleidingen. En bewegen op de orthopedische techniek en orthopedische schoentechniekopleidingen. Orthopedie houdt in een voorziening treffen voor mensen die op een bepaalde manier een ledemaat missen en daarvoor een orthese of een prothese krijgen om zich in de samenleving te kunnen handhaven. Heeft u voor deze opleiding veel studenten? Nee, het is een heel klein groepje, maar wel een heel belangrijk groepje om het vakmanschap in Nederland te behouden. Daarnaast hebben we nog een heel groot aantal zogenaamde contracten. Oftewel cursusactiviteiten die lopen van 1 dag tot en met 3 jaar. Dat zijn geen zogenaamde onderwijs- en cultuurwetenschappenopleidingen, dus niet betaald door het ministerie van Onderwijs. Het zijn particuliere opleidingen, maar die wel ook uniek zijn voor Nederland. Is dit een hobby of ga je hier je beroep van maken? Het is een uit de hand gelopen hobby. En ik zou er graag mijn beroep van willen maken. Ja. Ben, waar zijn we hier? We zijn nu hier in het lokaal waar het bovenwerk voor schoenen ontworpen en gemaakt wordt. Dat is het eerste wat studenten leren. Een grondpatroon ontwerpen en maken. Het hele proces start bij mensen in hun hoofd. Ze moeten dus eerst gaan verzinnen, wat wil ik? Dus we hebben een patroontje voor... Even kijken, waar komt die vandaan? Dit gedeelte. Dit komt hier zo op. Nou, en zo is dus ieder onderdeeltje is hier uitgesneden. En dan wordt dus dat allemaal in elkaar gestikt, zodat je uiteindelijk de schacht van een schoen krijgt. Waarom volg je specifiek deze opleiding? Ik wil altijd al heel graag natuurlijk met mijn handen werken. En graag ook met tanden werken. Ik wil tandarts worden van jongs af aan. Ja, en toen kom ik bij mij eigenlijk na school zit een tandtechnisch lab. En toen ben ik in contact gekomen en ja, vanuit school, ik heb mijn HAVO gedaan, gelijk doorgestroomd de tandtechniek in. Waarom is het dan toch geen tandarts geworden, maar tandtechnieker? Ja, moet je toch eerst hele lange opleiding volgen, heel hard studeren. En ja, mij lag toch meer echt het lekkere werken en bezig zijn in plaats van in de studieboeken. Waar staan jullie voor? Wij staan voor alle kleine specialistische beroepen en de zorg rondom beroepsonderwijs van Nederland. Dat varieert van pianotechniek tot tandtechniek tot orthopedische techniek tot goudsmeden. En wij maken ons druk om dit soort beroepsgroepen te behouden en haar onderwijs voor Nederland. Heel erg druk zelfs. Waarom deze opleiding in Overvecht? We hebben lang gezocht naar een goede locatie voor zo'n grote school met voldoende ruimte. En in Overvecht hebben we een heel mooi ruimte gevonden met voldoende parkeergelegenheid. En het is ook een locatie waar de gemeente Utrecht in investeert. Men wil hier kleine ambachtelijke bedrijven naartoe halen. Dus een verandering van autoboulevard naar hopelijk een boulevard met meer scholen en leuke kleine ambachtelijke bedrijven. Of misschien ook bedrijven in de gezondheidstechniek waar we mee kunnen samenwerken, waar onze studenten kunnen werken en bij ons kunnen leren.